Coach, welkom. Eerst en vooral, voordat we beginnen aan het sportieve gedeelte, proficiat. Want we hebben gezien dat je sinds vorige week verloofd bent. Dank u. Je legt de lat voor de mensen die nu nog iemand een huwelijk willen vragen wel vrij hoog. Ja, dat is een beetje met wat ik hier met de club wil doen. De lat altijd zo hoog mogelijk liggen. Dus ja, privé doe ik dat ook. En ja, het was heel mooi. Ik kan me wel inbeelden, een groep vol mannen in de trainerstaf, dat er misschien ook al wel eens een mopje over gemaakt is deze week. Ja, er zijn er al blij die dat al getrouwd zijn. En diegene, ja, waar dat de vrouwen ook zeggen, ja, maar zeg, jij mocht die ook, inspanning ook wel eens doen. Ja, boom. Dat is hun probleem, niet die van jou. Absoluut. Als we doorspoelen van vorige week naar vorig weekend, met welk gevoel stond je dan na de match tegen Club Brugge in de kleedkamer? Trots. En toch wel ontgoocheld. Ik denk dat je op basis van de pure kansen, denk ik wel dat wij minstens sowieso dat punt verdienden. Maar zelfs mochten aanspraak maken op meer. Zeker ook op basis van die kansen van de tweede helft. Ik denk dat Brugge, buiten een balverlies van ons, een afstandsschot, niet veel pure kansen creëerde, ondanks het vele balbezit. Ja, het was vooral veel druk, hè. Heel veel kansen kwamen er inderdaad niet uit. Ja, er was vooral veel voetbal rond de 16, maar oké, dat vind ik op zich geen probleem. En de kwaliteit die wij dan aan de bal tonen was wel in die tweede helft zeker en vast oké. Jullie spelen 1-1 op Antwerp, 1-1 op Club Brugge. Twee keer na toch wel een moeilijke eerste helft. Het is nog vroeg, maar naar mijn gevoel heeft de ploeg precies meer weerbaarheid gekregen. Ten opzichte van vorig seizoen, klopt dat? Ja, ik denk dat in het verleden de kopjes nogal snel naar beneden gingen na een tegendoelpunt. En dan kwam er altijd wel een tweede of een derde. Maar dat lijkt nu wel veranderd. Onze sterke momenten kwamen juist tegen Brugge, na die tegengoal, na die penalty. Dacht je dat Club Brugge vol gas ging gaan en het waren juist wij die daarop goed konden reageren. En hun in moeilijkheden brachten en op Antwerpen... Er waren een aantal momenten in de tweede helft waar we er een paar keer uitkomen en hun geforceerd hebben om fouten te maken. Hoe lang heb jij nog met een dubbel gevoel gezeten na die match? Want penalty, een paar kansen, na die uitsluiting van de Kuiper dan vooral. Ja, het algemene gevoel is toch dat inderdaad, zoals je al aangaf, anders had kunnen lopen. Ja, dat dubbel gevoel is toch nog wel eventjes gebleven. Maar het geeft wel aan dat we op de goede weg, dat de manier van werken waar we nu mee bezig zijn en de weg die we ingeslagen zijn, dat wel... de goede manier is. En er zullen wel momenten zijn waar het minder gaat draaien of niet allemaal even goed uitkomt. Maar we moeten gewoon doen wat we nu aan doen zijn. Die goal van Rob, kent hem nu al 3-4 seizoenen, denk ik. Wist je dat hij er zo zou aankomen of heeft hij jou ook verrast? Ja, met Rob weet je altijd dat je als keeper moet opletten als je te ver uit je goal staat. En ik wist wel dat er wel zoiets kon inzitten. Ja, en ook omdat dat Mignolet natuurlijk heel graag uitkomt. En het was wel goed gezien van Rob om eerst bijvoorbeeld Nico te laten lopen. Dat Mignolet daarna nog die extra stap heeft gedaan. En dat gaf Rob de kans om die hoek te vinden. Het feit dat hij na die goal direct naar Yannick loopt, die ook van de bank had aangegeven van kijk eens wat Mignolet staat ver uit zijn goal, dat tekent toch ook jouw groep wel een beetje, denk ik. Ja, absoluut. Ik heb het ook vorige week aangehaald bij de jongens. De sterkte... van deze groep is dat ze één groep zijn. En dat ze daar echt wel gebruik van mogen maken. En om één groep. Ik heb andere ploegen gehad en andere clubs gehad waar er verschillende groepjes waren. En dat is hier niet het geval. Dus het gevaar zit erin dat ze elkaar soms niet de waarheid durven zeggen, omdat ze zich te bevriend voelen. Maar dat begint er nu wel beter en beter uit te komen. Dat voor het heel Club Brugge, Gent dan, voor komende zondag. Een heel complete ploeg, twee dodelijke spitsen, maar wel een ploeg waar we eind vorig seizoen nog 1-1 tegen gespeeld hebben. Kunnen we die matchen nog vergelijken of zijn de ploegen daarvoor te verschillend? De ploegen zijn daarvoor te verschillend en elke wedstrijd heeft wel zijn eigen waarheid. En we zullen wel zien hoe dat gaat verlopen. Alleen ja, ze zitten natuurlijk met twee dodelijke spitsen en ook heel goede voetballers daar rond. Dus het zal een heel moeilijke wedstrijd worden op zondag. Zijn er jongens die ten opzichte van vorige week terugkomen of is de kern ongeveer hetzelfde? Grotendeels zal de kern hetzelfde zijn. Jonas heeft nu wel een stuk meegetraind. Sandy heeft weer stappen gezet, heeft ook weer minuten gemaakt in
achter gesloten deuren vriendenwedstrijd. Dus als hij daar geen reactie van voelt, komt hij zeker in aanmerking voor zondag. Oké. Wanneer zie ik een tevreden coach langs het veld staan rond 17:45 zondag? Als er 3 punten zijn genomen. Oké, top. Dan gaan we daar vol voor gaan. Succes zondag. Dank je wel.